Larissa Klaassen en Imke Brommer, baanwielrenner 1000 meter tijdrit. Ja, beste Larissa en Imke, jullie hebben ons best wel kort televisie genot gegeven. Want na 1 minuut, 5 seconden en nog wat was het weer afgelopen en goud. Een waanzinnige prestatie, ruim voldoende om de concurrentie voor te blijven. En een persoonlijk record te rijden. Voor de finale had je gezegd, Larissa, ik heb een hele toffe piloot. We rijden de planken uit de baan. En dan zien we wel wat het oplevert. Nou, gelukkig, de planken bleven erin. Anders waren die wedstrijden daarna wat problematisch geworden. Maar wat fantastisch hoe jullie je daar gemanifesteerd hebben. Larissa, je had een droom ooit naar de Paralympische Spelen gaan. Met welke sport? Dat maakt hier niet zoveel uit. Het werd fietsen en het is je gelukt. Je ging naar Tokio en dat niet alleen. Samen met Imke heb je een prachtige gouden medaille gewonnen. Fantastisch. Beste Patrick, Larissa en Imke, ik sla Tristan nu nog even over. Vanwege jullie fantastische prestaties heeft het Zijne Majesteit, de koning, behaagd om jullie te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Denkt u, ach Tristan, maar Tristan is dat al lang, want die had al een ridderorde. En daarom geven we aan Tristan namens het kabinet geen lintje, maar het beeldje chapeau. Wij nemen letterlijk onze hoed voor je af en van harte gegund. Ik ga dat nu uitreiken, ik kom naar jullie toe en dan kunnen jullie eraf pakken wat van jullie is. Dat gaat een hele operatie worden, maar het gaat vast goed komen. Wacht even hoor, die pak ik zo. Voor Larissa en Imke ligt het vooraan. Dus je kan... Je pakt hem ook nog van je naam, heel goed. Alsjeblieft. Dat is ook voor jou, hè, die prijs. Ja, dat komt goed. Mooi dier. Tristan, dat beeldje is voor jou. Zwaar, hoor. Lukt dat? Ja? Fantastisch. Patrick. Dames en heren, heel dik applaus voor deze toppers. APPLAUS.